Oké. Hoogveen Online is op dit moment aan de telefoon met Arend Steenbergen. De voorzitter van LTO Noord-Nederland gaat ons vertellen hoe het nou precies zit met het Smallenberg-virus. Arend, vertel. Nou, bedankt dat je de gelegenheid geeft, maar het Smallenberg-virus is natuurlijk best wel een even behoorlijk onder de aandacht. Want er worden wat misvormde kalfjes geboren. Een stuk of drie zijn er nu bekend in Drenthe, in de melkveehouderij. En de schapenhouderij en de geitenhouderij, die hebben er ook mee te maken. Nou, wat is er nu aan de hand? In de loop van de zomer heeft er een virus rondgewaard. Dat virus behoort tot een bepaalde stam. En die hebben op dat moment hebben die een aantal dieren, of het schapen, geiten of koeien zijn, is door het virus besmet. Die dieren die zijn er op dit moment dus niet meer ziek van en hebben dus ook op dit moment geen virus meer bij zich. Maar toen is er wel de schade aangericht doordat een bepaalde periode van de dracht het invloed heeft gehad op het ongeboren vrucht. Dus als ik het heel goed begrijp, de koeien hebben nu geen Smallenberg-virus en de kalfjes die nu geboren worden hebben dat ook niet. Maar eigenlijk was het een soort griepvirus in de zomer wat nu zijn invloed heeft op de geboorte van kalfjes. Dat heb je heel erg goed begrepen. Want dat is het dan, en daarom is het ook wel een probleem voor de ondernemers, voor de boeren. Omdat er dan gewoon een economisch probleem is. Van je hebt een kalfje of je hebt lammetjes die dood zijn en die misvormd zijn. En die hebben wat meer problemen met het worden geboren, zeg maar. Dus het is even vervelend en het is even lastig. Maar het percentage, het meldingen wat we hebben, is ten opzichte van alle bedrijven die er zijn, eigenlijk nog steeds heel erg laag. Dus nog maar 1 of 2%. Dus het is eigenlijk verwaarloosbaar. Alleen het is wel voor de individuele ondernemer die het treft en daar meerdere dieren mee heeft, is het best wel vervelend. Maar het is dus niet zo dat we nu voor alle koeien en schapen moeten oppassen. Is het als je schaap of koeienvlees eet schadelijk? Ja, Nee, absoluut. Het is absoluut niet schadelijk. Het is ook geen enkel probleem voor de volksgezondheid. Het is ook geen, dat noemen ze dan een zoonose. En zoonose, dat is een moeilijk woord, zeg maar dat zijn ziektes die dieren kunnen hebben en die over kunnen gaan op mensen. En dit virus is dus geen zoonose. Dus dat is geen probleem. Het enige is wat er gebeurd is. En die dieren die dus besmet waren van afgelopen zomer. Het virus behoort tot een bepaalde stam. En dat blijkt gewoon dat na 2 dagen dat er antistoffen zijn. En dat de dieren waarschijnlijk al natuurlijk geënt zijn. Dus het waarschijnlijk ook nooit weer zullen krijgen. Dus volgend jaar kunnen we de best een gezond kalfje of een gezond lam weer van hetzelfde dier krijgen, zonder dat het een probleem oplevert. Dus in principe kunnen we de chocoladeletters, zoals we dat zo mooi zeggen bij de Telegraaf, weghalen en gewoon zeggen van er is een Smallenberg-virus, maar het is behalve dan voor het individu, de individuele boer, niet echt heel erg dramatisch. Dat bedoelen we wel te zeggen, ja. Want het is natuurlijk is het vervelend. En natuurlijk hebben die dieren die hebben de afweerstoffen. Maar wij hopen dat nu dit deze besmetting plaatsvindt. Trouwens, die besmetting die vindt plaats door knutten. En die knutten, dat is dezelfde dat het blauwtongvirus hebben gedaan. En die heb je in de winter heb je die niet. Dat zijn hele minuscule kleine steekbeestjes. Die dus van het ene dier naar het andere dier. En op die manier het virus overbrengen. Nou ja, die zijn er op het moment niet. Als er heel veel dieren dus nu antistoffen hebben, kan het best zijn dat het na verloop van tijd, en misschien hebben we het volgend jaar nog weer een beetje last van, maar dat het na verloop van tijd ook vanzelf weer doodbloed, zeg maar. Oké, maar al met al, we hoeven ons daar niet al te veel zorgen over te maken. We hoeven ons om de volksgezondheid, hoeven we ons geen zorgen te maken. En er worden ook niet massaal dieren afgeslacht. Want het is bekend welk virus het is. En het is ook bekend op welke wijze dat op de koe en op het schaap en op de geit reageert. Dus wij hebben gewoon een aantal, misvormde kalfjes. En dat is heel vervelend. Dat vinden we allemaal ook niet leuk. Alleen daar valt overheen te komen. Arend, ongelooflijk bedankt trouwens voor de bezoekers van Hoogveen Online. Arend en ik kennen elkaar, vandaar dat we elkaar tutoyeren en elkaar met de voornaam aanspreken.
Arend, ongelooflijk bedankt voor dit gesprek. Ik hoop dat de bezoekers nu even wat meer inzicht hebben in het Smallenberg-virus. Alexander, graag gedaan.